De ervaringen met onze huidige pootspoelen zijn zeer divers. Een van de grootste nadelen is dat de poos niet altijd goed schoon zijn. En doordat de poos niet goed schoon zijn, moeten ze dus nog een keer gereinigd worden. Of door de verpleging zelf gereinigd worden, wat natuurlijk extra tijd kost. Een ander nadeel is dat de poos soms uit de bedpanspoeler komt. En daardoor heel erg heet is. En eerst moet afkoelen voordat hij naar de patiënt gebracht kan worden.